Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we weer veel wolkenvelden boven Nederland, maar ook een paar opklaringen. En dat is dan ook meteen het weerbeeld. Uit die bewolking valt af en toe wat regen of motregen. Het kan dus weer druilerig zijn. Maar in het algemeen is het weerbeeld iets beter dan de afgelopen dagen. Temperaturen halverwege de ochtend 16 tot 19 graden. Vanmiddag wordt het dan 20 tot 24 graden. En dan trekt de regen en motregen via het noordoosten en oosten weg. De zon breekt dan ook iets vaker door in het zuiden. En dat alles zorgt dan voor wat hogere temperaturen. Ook vanavond toch nog steeds plaatselijk een enkel spatje. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee waait de wind met windkracht 4 uit het zuidwesten. Morgen wordt het dan duidelijk warmer. Er zijn flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden heeft de bolking eerst nog enige tijd de overhand. Daar dan 23 graden. En elders om 25 tot misschien zelfs 29 graden. De kans op regen is klein. In de nacht naar vrijdag kan er wel een bui vallen, maar daarna breekt opnieuw de zon door. En dan, bij een stevige zuidwestenwind, wordt het opnieuw warm: 23 graden in het westen en misschien zelfs tegen de 30 graden in het oosten van het land. Zaterdag en zondag kan er een bui vallen en gaat de temperatuur weer wat naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.